Er is geen sprake van langere afstudeerperiodes op de verpleegkundige opleiding COFAP. Dat benadrukt Winamba Bamuye, onderwijsmanager van de basisopleidingen, tegenover onze nieuwsdienst. Wij spraken haar naar aanleiding van klachten van studenten die vinden dat zij te lang moeten wachten voordat ze afstuderen. De normale studieperiode is 4 jaar. Studenten klaagden dat ze soms 6 maanden of langer moesten wachten voordat ze afstuderen. De opleiding kunnen verlengd worden met zeg maar tussen 1 en 3 maanden. Als het langer duurt, dan ligt het zelf aan studenten vanwege, bij de dames vanwege graviditeit. Want het opleidingsreglement van ons geeft aan dat je gedurende de opleiding je mag zwanger raken. Je mag zwanger raken, maar het is de bedoeling, de consequenties zijn voor de studenten dat je dan in principe, je hebt recht op de 12 weken zwangerschap, 6 weken voor en 6 weken na de bevalling. En dat komt dan op 60 dagen. En gedurende de opleiding per schooljaar mag je maar 20 onderbrekingsdagen hebben. En je moet ervan uitgaan, 60 dagen is 3 maal die 20 dagen. Waardoor studenten dan even een time-out gaan moeten nemen voor hun opleiding vanwege hun zwangerschap. En wanneer ze na de bevalling komen ze terug, dan moeten we dan nou gaan kijken in welke groep we ze gaan laten instromen. Het kan zijn dat er een groep is dat de student moet wachten, dat die groep vierdejaars kan worden voordat hij of zij kan deelnemen. De groep die langer over de studies doet is heel klein, zeg maar, moet je verder. Meestal zijn het 3 op de 20 studenten die wat langer over de studie doen. Bijvoorbeeld als je ziek bent, nota bene, moet je dat ook gaan revalideren. Dus dat zijn eigenlijk de aspecten die maken dat de opleiding ook langer kan duren aan de kant van de student. Maar van de school ligt het ook bijvoorbeeld. Als wij aanvraag doen voor het examen, is het dat zo dat we allerlei documenten, onderwijsgerelateerde documenten, moeten klaarleggen voor het ministerie van Volksgezondheid. Die documenten worden gecontroleerd, we krijgen feedback terug. Het kan zijn dat de student niet volledig heeft gewerkt aan hun praktijkboekjes. Het examen kan daar ook niet doorgaan, want de student moet dan ook de gelegenheid krijgen om ook daaraan die zaken te werken, om die afwijkingen weg te halen. Dus dat zijn allerlei indicaties die kunnen leiden tot verlenging van de opleiding. Maar niet dat het een jaar is, het is minstens tussen de 1 en 3 maanden kan het duren. Is de groep die langer erover doet groot? De groep, nou je kan, nee het is niet groot. Je kan bijvoorbeeld, als je staat met een groep, bijvoorbeeld je hebt een groep van 20, kan het zijn bijvoorbeeld 3 studenten die achter zijn gebleven vanwege het feit dat ze nog moeten werken aan hun zaken. Of bijvoorbeeld ze moeten werken aan hun praktische vaardigheden of hun scriptie is nog niet met een voldoende beoordeeld. Dan moeten ze toch aan die zaken gaan werken. Hoe lang heeft deze groep eroverheen gedaan? Deze groep heeft zeg maar de 4 jaren. Het 4 jaren hebben ze erover gedaan. In principe moesten ze in januari afstuderen. En zie, ze zijn nu klaar in februari. Ik merk dat er veel meer vrouwen voor de opleiding interesse tonen. Wordt er iets gedaan om meer mannen aan te trekken? Ja, wij doen wel iets eraan. Onze policy wat we hebben gedaan is, de afgelopen jaar hebben we dan gekeken van aantal. Wij hebben een duale inschrijving. Dat wil zeggen, men is vrij om zichzelf hierin te schrijven. Wat hebben we dan gedaan? We hebben dan gekeken naar de mannen, de mannelijke kandidaten. Die hebben ingeschreven. Hebben we eerder de mannelijke kandidaten eruit gelegd, zodat er toch meer mannen binnen dit beroep kunnen zijn. Winamba Bamuye, onderwijsmanager van de basisopleiding COFAP. Zij benadrukt dat er geen sprake is van lange afstudeerperiodes op de verpleegkundige afdeling van COFAP.